Welkom bij de yoga in Deventer omgeving. Kijk, yoga heeft heel veel mooie aspecten. En dat zijn de puzzelstukjes, dat het allemaal mooi bij elkaar past. De ademhaling en het lichaam en loslaten enzovoort. Maar je kunt ook zeggen dat er een mooie combinatie is tussen lichaam en geest. En daar doen we vandaag een lesje op. En dat is namelijk, de laatste tijd hoor je heel veel over vrijheid. Ik zag vorige week zelfs dat er rellen zijn overal voor mensen die rellen vanwege de vrijheid. Ze willen vrijheid. En dat vrijheid hoor je overal. De vrijheid met mondkapjes, de vrijheid met een vaccin dat niet zo is, de vrijheid, nou ja, noem maar op. En dat zijn vaak mensen die het buiten zichzelf zoeken. Maar bij yoga gaan we naar binnen toe. Zou er ook een relatie zijn dat als jij een soort ruimte voelt, een soort vrijheid in het lichaam, dat het niet geblokkeerd is, dat het lekker doorstroomt, dat je geen angst hebt, zou je die innerlijke vrijheid, zou je die dan ook in die buitenwereld voelen? Nou, dit blijft een mooi thema. Dus wij doen een rustige yogales, iets korter dan normaal. Maar we gaan eens voelen of er ook een verband is tussen die innerlijke vrijheid en die uiterlijke vrijheid. Kom lekker tot zitten. De handpalmen in de schoot met de handpalmen omhoog. Daar begint het misschien al bij. De duim en de wijsvinger bij elkaar. Trouw zijn aan jezelf. En ga dan eens een rustige, volledige ademhaling maken. Dat de adem eerst in de buik komt. Dan voel je de ruimte. Dan de ruimte in de flanken. En dan de ruimte in de borst. En op het laatste, wanneer je de adem in de borst voelt, niet de buik intrekken. Dan doen we het iets meer met wilskracht. Je strengelt de vingers in elkaar en die hou je voor je buik. En op de uitademing trek je de buik in. Op de inademing wordt de buik dikker. De flanken zetten uit. En op laatst voel je de borstademhaling, niet je buik intrekken. En op de uitademing zakt de borst in, de flanken gaan naar elkaar toe en de buik wordt ingetrokken. En nog één keer. En voel dan eens of je die innerlijke ruimte, die innerlijke vrijheid, of je die ook voelt. Dan is het natuurlijk mooi om de relatie te voelen tussen ruimte, vrijheid en loslaten. De relatie dat als je loslaat in het leven, misschien wel de uiterlijke wereld loslaat, dan merk je het natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt qua vrijheid in die uiterlijke wereld. Dus je brengt de linkervoet naar je toe en het rechterbeen zijwaarts. En dan leg je de rechterhand met de handpalm omhoog, ontvangen. En je brengt de linkerarm zo boven je hoofd. Je ademt uit en je zegt heel zachtjes tegen jezelf: laat los, ontspan. En je
En je voelt dat er ruimte gecreëerd wordt aan de linkerkant. Je ademt weer in, je voelt die ruimte en op de uitademing zeg je weer laat los. Eventueel schuif je met die hand iets langs je been naar je voet. Voel de ruimte in je heup, in je flank, in je schouder. Je komt weer terug. En voelt die kant ook anders aan, ruimer, vrijer. Nu kunnen we al naar die innerlijke ruimtevrijheid en die uiterlijke. Als je je ogen dicht doet en voel dan eens het verschil dat. Voelt de linkerkant ook anders aan, dat je daar meer bewust bent van de ruimte? En want we ervaren bij stress vaak het tegenovergestelde. Een druk op de borst, de muren komen op ons af, enzovoort. Dan breng je de rechterhand op de linkerknie en de linkerhand erop. En je concentreert je op de ruimte links van je. Op de inademing maak je een grote cirkel, hè? Beweeg je heel vrij en ruim in de ruimte links van je. En op de uitademing weer terug. Inademend voel weer die ruimte, die vrijheid. Voel de lucht tussen je vingers. En nog één keertje. En dan zijn wij, want yoga is bewustwording, zijn wij als bewust geweest van de ruimte, de innerlijke ruimte links en de uiterlijke ruimte links. Voel dat eens. Ik moet al een beetje glimlachen, omdat er komt nu ook heel veel rust en stilte over me heen. En dat zie je ook vaak. Die mensen die zo'n probleem hebben met die vrijheid, of sommigen zeggen zelfs dictatuur, dan zie je ook vaak de onrust. Dus voel eens die mooie relatie, dat als jij je bewust bent geworden van ruimte, vrijheid, de stilte die dat ervaart. Nou, je brengt je rechtervoet naar je toe en je linkerbeen zijwaarts. Je brengt de linkerhand weer met de handpalm omhoog. En de rechterarm omhoog. Op de uitademing laat je weer los en misschien zeg je dat ook heel zachtjes tegen jezelf. En op de inademing voel je die ruimte. En als je voelt dat die ruimte, die vrijheid, dat wat ontspant, dan schuif je weer een stukje door met je hand. En je brengt die rechterhand dichter naar je linker.
komt weer terug. En je voelt weer die innerlijke ruimte, die innerlijke vrijheid. En dan breng je de linkerhand op de rechterknie en de rechterhand er bovenop. En op de inademing voel je weer die lucht tussen je vingers. En op de uitademing weer terug. Nog een keertje.